Helemaal welkom op mijn kanaal Creatief met Tess. Mijn naam is Tessa en vandaag gaan we de winterkaart afmaken waarmee ik tijdens de live begonnen was. En we hadden al de pinguïns geëmbost en daarna ingekleurd. Alleen had ik geen antistatisch zakje om ervoor te zorgen dat embossingpoeder niet aan al papier bleef plakken. Maar ik ging dus op internet kijken en ik vond dus dat je babypoeder, zeg maar van het talkpoeder, in een stukje stof kan doen en daarmee over het papiertje heen kon gaan. En ik dacht, dat gaan we uittesten. En inderdaad, dat gaat echt heel erg goed. Je hebt nog maar een paar kleine zwarte embossing stukjes in dit geval. Maar ik was er erg tevreden over. En ik heb dit gewoon dichtgeplakt met dat rode tape. Je had hele sterke tape nodig. En dat rode tape is volgens mij wel heel sterk. Dus dat heb ik gebruikt. Dus je hoeft het niet eens dicht te naaien. Dus dat wilde ik hier eventjes laten zien. Hier zie je de talkpoeder die ik gebruikt heb. En dit stukje was dus weg. Maar wat ik gedaan had, was met acrylic verf en witte acrylic verf en een beetje water gemengd. En dan deze splashes gemaakt op de achtergrond. Deze achtergrond is trouwens 10 bij 15 centimeter. En hier zie je dus het verschil tussen de embossingpoeder zonder het antistatisch zakje en met het antistatisch zakje. En hier zijn de pinguïns die we dus vorige week vrijdag gemaakt hebben. Nu ga ik heuvels maken voor de pinguïns. Deze snij ik ook 15 bij 10. En die komen er in twee lagen op, zodat het meer een 3D effect krijgt. En we gaan met zilveren embossingpoeder, ook van Crafts & Co. Gaan we sneeuwvlokken erop maken. En dat is ook echt super leuk geworden. Hier was ik nog aan het kijken om een kleine pinguïn op de achtergrond te doen. Maar die was bijna even groot als die andere pinguïns. En dan klopt het niet helemaal in verhouding. Oh, en trouwens, die stempel van met de Yeti, die is dus van Doodlebug Design. Ook waar deze sneeuwvlokken volgens mij, ja, die zijn van Doodlebug Design. Had ik tijdens mijn live, wist ik dat niet, maar die heb ik dus gevonden. En dat kan je ook zien in mijn live video, want daaronder heb ik nog opgeschreven dat die van Doodlebug Design is. En de pinguïns zijn trouwens van Crafts & Co. Nee, van Crafts Emotions bedoel ik. En ik heb dus besloten om op een blaadje te doen, zodat je daarna een puntje kan vouwen en het weer zo in het bakje kan doen. Dat was dus eigenlijk handiger dan dat bakje zelf. Want ja, daar bleef ook al dat zwarte aan zitten. Was ook natuurlijk niet antistatisch. En het leuke is altijd om te zien hoe dat dan smelt en wat voor kleur het dan heeft. En je ziet dat het echt een hele mooie zilveren embossingpoeder is. De heuvels, de witte heuvels, sneeuwheuvels, gaan we opplakken met foamtape. Oh, trouwens,
Nee, die kaart had ik natuurlijk wat kleiner gemaakt. Want de basis van de kaart is 10 bij 15. Nou, eigenlijk 10 bij 30. En die vouw ik dan dubbel. Maar deze is dus ongeveer 14,5 bij 9,5. Was ik even vergeten te vertellen. En ik plak de pinguïns gewoon met alle slijm op. En hier kan je dus die talkpoeder heel goed zien op dat zwarte. Dus ik dacht, ik laat dat ook een keer zien. We gaan nu namelijk, noemen ze wel eens een sentiment opplakken, zo'n stukje tekst. En het is eigenlijk just chilling like a, en dan zie je dus daar de pinguïns. Dus dan wordt het just chilling like a penguin. Maar daar komt zometeen ook zilveren embossingpoeder op. En ik hoorde van Wendy dat je dus ook talkpoeder, zeg maar van de babypoeder, in een panty kan doen. Dat heb ik zelf niet geprobeerd. Ik had gewoon een stukje stof gebruikt. Nu gaan we er een soort banner van maken. Dit is dus de basis van de kaart van 10 bij 5, bij 30. En als je hem dubbelvouwt heb je dus 10 bij 15. En als je wilt kan je nog een leuke tekst in de binnenkant plakken. Of nog een andere pinguïn of iets. En ik plak deze ook met de rode tape op. En doe ik eerst overal rode tape. Dan leg ik hem goed. En ik heb dus met een paperclip hem op de juiste plek neergelegd. Dan haal ik één rode tape ervan af. Die plak ik en de rest kan je dan zo eraf halen en dan blijft er goed op zitten. Nou, dit is dus het eindresultaat. Als je hem namaakt, laat het me ook vooral weten. Stuur vooral foto's. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doei!